Nou, vroeger als kind liep ik met mijn vader door de duinen en die vertelde toen al dat er 14 helden waren doodgeschoten omdat ze de nek uit durfden te steken. Als je dan naar de rand alleen door de duinen loopt, dan denk je, hey, hier moet iets gebeuren, anders worden ze vergeten. En vandaar dat het initiatief geboren is om een monument op te richten. Ja, maar... Timfy. Wat is oorlog eigenlijk? Dan gaan mensen vechten voor land. Nou, ik heb een krantenartikel geplaatst omdat je moet een stichting hebben, wil je zoiets doen. De stichting Verspaandonk die heeft daarop gereageerd en die, toen ben ik in contact gebracht met mevrouw Verspaandonk. Nou, we hebben samen de boel opgebouwd, maar ja, ik heb er wel een mooie karwei aan gehad en ik was heel dankbaar om dat te mogen doen. Onze basisschool De Wichtgroede uit Udenhout heeft het monument geadopteerd. En wij, de leerlingen van groep 8 en deze herdenkingsplechtigheid, gaan ook verzorgen. Wij gaan na een vakantie naar het voorgezet onderwijs en hebben nog een hele toekomst in ons in de vrije maatschappij. Voor deze vrijheid hebben deze 14 verzetsmensen hun leven gegeven. Het is dan ook voor de nabestaanden een grote troost dat zij weten dat wij de 14 zeker nooit meer vergeten. Ik ben hier omdat ik in eerste instantie mijn nichtje opgehaald heb om hier te kunnen komen. Mijn vader die is hier gefusilleerd. En we zijn hier voor de herdenking van dus mijn oom. Die hier in de duinen gefuseerd is. Mijn overgrootopa is hier gefuseerd. Ja? Presentatie op school ook al over Wim Berkelmans gedaan. En over andere mensen die hier ook bij liggen. En ja, iedereen vond het wel indrukwekkend. Stil is het geworden in de duinen. Jan, stilte, diep in het zand. Jacob, 14 jonge mannen die streden, Everard, Gerard, voor de vrijheid van ons land. Eén die voor hij valt, nog goed, voor alle het leven willen nu. Jan, stil is het geworden in de duinen. Jacob, stilte, diep in het zand. Willem, na 2 maal het levensnemend schot. Wim, in de vroegste ochtend verloren. Harry, uit 2 maal 7 lopen. Albert, die de 14 dagen, 2 maal 7 levens. Harmen, voor de vrijheid, Petrus, van ons land. Cornelis. Ik denk dat ik 3 jaar was. Ja. Hoe was er eigenlijk? Je kende hem niet. Er werd dan wel eens over gepraat, daar wel. Maar ja, je was eigenlijk te jong. 3 jaar, dat neem je nog niet op. Ja, de een zegt ze zijn er wel en de ander zegt ze zijn er niet. Dus ja, nou, de steen die ligt daar. En wij nemen aan dat hij hier dus wel ligt in dit stuk. Om de 14 mannen te herdenken die hier ergens vlakbij in de buurt zijn gefusilleerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik ben zo geroerd als ik die kindertjes hier zie binnenkomen. En met hun roosjes en hun portretten van die mensen. En ik denk het feit dat zo'n school zo'n monument heeft geadopteerd. Dat al een les is dat ze daarmee geconfronteerd worden. En dat gebeurt steeds meer. Steeds meer dicht op de huid ook. Niet die massale damherdenkingen waar ik elk jaar ben. Maar dit is heel dichtbij, ja. Ja. Ja, want het is een hele eer om het neer te leggen en om dan te neerleggen voor al die mensen. Dan doe je hun ook een plezier mee. Ja, een heel klein beetje. Ook gewoon omdat ik het mag doen, ben ik heel blij mee. Petrus Hutte, 25 jaar. Cornelis Wachter, 22 jaar. Albert Meinster, 23 jaar. Jan de Jong, 27 jaar. Armin van Rossum, 27 jaar. Harry Verbund, 34 jaar.
Ik ben Gerard Roes, 26 jaar. Rob van Spaanboom, 27 jaar. Jacob Everaar, 26 jaar. Om de mensen die hier ergens zijn doodgeschoten te herdenken. Tweemaal zeven levens voor de vrijheid van ons land. Eén minuut stil. Vrijheid is belangrijk, dat is iets wat wij weten. Wij zijn hen daarvoor dankbaar en zullen dat nooit vergeten. De fakkel met respect, de fakkel met een impact. De fakkel waar je kleuren rood en blauw in ziet. De rood van liefde en de blauw van verdriet. De fakkel die brandt, de fakkel die staat voor Nederland. Geef de fakkel door, daar maakt u zich toch sterk voor. Zometeen nemen we alle één minuut stilte in acht. Daarna zullen wij de lastpost nog afspelen. Dadelijk zullen wij in stilte deze herdenkingsplek verlaten. Daarna is er voor de overige gelegenheid om afscheid te nemen en een bloemetje te leggen. Maar eerst wil ik vragen of een van de aanwezigen misschien nog het woord wil hebben. Ik ben Marie-Colette van Spaanman, nichtje van Rob. Ik heb veel te doen gehad met ouders en dingen die in het verzet hebben gezet. Ik ben enorm geroerd door jullie hier. Dank jullie wel dat jullie dit monument hebben geadopteerd. Ja, we oefenen het heel vaak. En zo vaak oefenen totdat het perfect is voor alle mensen. Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik niet alleen ben natuurlijk. Dat mijn collega Angelique Vermeer, die ook net hier aanwezig was, daar ook een heel groot deel in heeft ja, met de kinderen heeft geoefend in de gymzaal. Maar wij oefenen de herdenking een aantal keer van tevoren. Vaak in de gymzaal met attributen, pionnetjes waar ze achter staan. En ja, door het een aantal keer met de kinderen door te nemen, kunnen ze het hier helemaal zelf. Het is natuurlijk buiten dat mijn oom daarin betrokken was, ook mijn ouders volop in het verzet zaten, heb ik toch wel iets meegekregen van die spirit. Van jongens, dit mag nooit meer gebeuren en laten we het ons herinneren. En het was ook heel mooi om te zoeken naar de middelen om te herdenken. Zwerfkeien, de verloren lichamen en de band met de, in de maat van, het, van de kuilen waarin ze doodgeschoten zijn. En de weerspiegeling van het licht en de wolken in de schaal. Ja, het is, we hebben dat heel fijn samen gedaan. Ik vond het heel knap van die mevrouw dat ze het woord overnam en dat ze al het vertelde over de neef. Vrijheid, dat is de ander zien zoals je zelf bent en hem al die ruimte ook geven. Dat iedereen zelf weet wat ze willen en dat ze kunnen doen wat ze willen. Dan is elke mens is je naaste. Ja, het zelfdenken ook, maar niet alleen de vrijheid, maar verantwoordelijkheid ook. Voor wat je doet en dat in vrijheid.